In 2030 zou volgens de gemeenteraad iedereen in Den Haag regelmatig moeten sporten of bewegen. Hiervoor trekt de gemeente volgend jaar 900.000 euro extra uit. Sportverenigingen krijgen extra ondersteuning en er komen meer buurtsportcoaches in wijken waar mensen te weinig bewegen, zoals stadsdeel Eskamp. Deze ambitie van Den Haag is vastgelegd in het Haags Sportakkoord. GroenLinks en PvdA in de Haagse gemeenteraad willen de wijken rondom de Haagse markt opknappen en vergroenen met het geld dat is bestemd voor een kunstwerk op het Hobbemaplein. Het bedrag dat bedoeld is voor het landmark Hobbemaplein is ruim 900.000 euro. Dat is ruim 3 keer hoger dan eerder werd geschat. GroenLinks en PvdA vinden dat dit bedrag beter besteed kan worden, waarbij ook de bewoners betrokken moeten worden. Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie, stapt opnieuw in het huwelijksbootje. Dat maakt de OO Gerso-ster bekend via een video op Instagram. Op de video is te zien hoe haar huidige vriend Gerrit Meets op 1 knie gaat. Eerder dit jaar werd bekend dat ze in verwachting is van haar 3e kindje. Met haar ex Michael van der Plas heeft Samantha al 2 kinderen, waar ze de voogdij over is verloren.